bijgeleerde elastiek moet ook nog op maat gemaakt worden. Kan op twee manieren doen. Kan een lusje maken door gewoon daar een knoop in te leggen. Ik ga hem nu iets groter nemen. Voilà, hebben we al één lusje. De tweede manier is om eigenlijk ook een lusje te maken, maar dan eigenlijk die vast te nieten met het nietjesmachine. Voilà, dan hebben we eigenlijk ook een klein lusje. We moeten nog de afstand meten. Hoe doen we dat? Om de afstand te meten gaan we eigenlijk gewoon het lusje aan de ene kant van het faceshield aanbrengen. Faceshield op ons hoofd zetten. En dan gaan we met de andere kant meten tot we ongeveer hier aan hetzelfde hoekje zitten. We houden het vast zonder dat hier heel hard aan te trekken. Ja. Dan gaan we kijken en maken we het lusje ongeveer een 2 cm kleiner over ons afgemeten afstand. En als we het ook weer gaan nieten. Dus ons tweede gemaakte lusje bevestigen we ook. We houden deze beide vast. Schuif het over het hoofd. En dan merk je dat het niet echt heel veel spant, maar perfect aansluit.